Even de post toenemen. Tijdens het interview? Oké. Zijn die lampen zo goed opgesteld? Dit licht? Ik vind het een beetje overdreven en een beetje esthetisch. Zo'n zacht licht voor en een klein tegenlichtje om hier wat glimmers te krijgen. Ja, mag dat niet? Ik vind het een beetje ouderwets hoor. Ja. Hoe had ik hem dan moeten opzetten? Nou ja, dat is aan jou. Hoe had jij het gedaan dan? Ik zou helemaal geen licht neergezet hebben. Ik film al wat zonnelicht. Tenminste, tegenwoordig. En statief? Statief gebruik ik ook niet, nee. Als ik nu bijvoorbeeld opsta, dan ben je me kwijt. Want jij zit vast op een statief. En je kan niet reageren op de dingen die gebeuren. Nou, waarom zou je opstaan? Nou, waarom zou ik niet opstaan? Ik zit toch niet vastgebonden aan de stoel? Deur dicht. Zie. Sta ik toch weer op, hè? Heb je niet kunnen volgen. Ik wou iets heel belangrijks gaan zeggen nu. Ja, ik kom er nog net in, ouwe. De post. Mijn de vogelvrije fietser. Daar ben ik lid van de Fietsersbond. Je fietst veel? Ik fiets veel, ja. Dit is het blad van Sony. Dat is altijd heel erg propagandistisch, dus dat kan je ongelezen weggooien. Informatie staat er niet in. Sony is echt een bedrijf dat alleen maar aan propaganda doet. En verder niet veel. Nou ja, van die dingen. Oké. Jij gefilmd gelukkig met een Panasonic camera. Dus in ieder geval geen Sony. Ja. Hoe vind jij dat er een film over je wordt gemaakt? Nou ja, je kan over iedereen een film maken. Maar hoe vind je het? Ja, het moet toch blijken. Dit is het eerste interview wat je maakt en ik weet niet hoe vervelend het wordt. Dus daar kan ik nog weinig over zeggen. Je hebt geen verwachtingen? Ik heb geen idee wat je van plan bent, nee. Nou, je kent me toch een klein beetje? Ja. Maar goed, je hebt een scenario geschreven. Heb ik niet gezien. Heb je hem ook niet laten lezen. En ik vind het ook prima. Maar ik ben dus niet op de hoogte van wat jij van plan bent. Kijk, dat weten mensen ook niet als ik kom met de camera. Maar ik heb niet een scenario van tevoren geschreven. Met hele expliciete bedoelingen. Dat heb jij wel. Dus dat is wel verschil.